Het trio Hamers, Tiak, Seyen zit na een lange rondreis weer in een Belgische gevangenis. Bij een gevangenisopstand in Manchester zijn er zeker gewonden, misschien zelfs doden gevallen. Studio Brussel, de jongste BRT-radiotelg, wordt groot en mag al tot 11:30 opblijven. Een goeie avond. Patrick Hamers is dus weer in België. Goed beschermd door de Dian is hij samen met zijn vrouw Denise Tiak en zijn vriend Axel Seyen naar het justitiepaleis gebracht. Al met al is het een terugkeer geworden waar de nodige poeha rondgemaakt is. Kijkt u maar naar het reisverhaal. Een goed gemutste Patrick Hamers, een glimlachende Denise Tiak en een iets wat somber kijkende Axel Seyen poseerde gisteravond in Recife welwillend een laatste keer voor de pers. En dan was het Braziliaanse avontuur voorbij. Na ruim 10 maanden in een Braziliaanse gevangenis is het drietal nu aan België uitgeleverd. 60 Braziliaanse soldaten, 21 Belgische politiemannen en 3 helikopters zorgden ervoor dat de 37-jarige Patrick Hamers en zijn gezelschap levend en wel in de wachtende C-130 van de Belgische luchtmacht raakten. Het toestel arriveerde vanochtend rond 9:30 op de luchtmachtbasis van Kokzijde na een ononderbroken vlucht van zowat 14 uur. Daar werd het hele gezelschap overgebracht in 2 helikopters van de Rijkswacht. Vanuit Kokzijde ging de luchtreis naar de Rijkswachtkazerne van Halle. In het ene toestel de 3 verdachten en hun bewakers, in de andere helikopter 4 parketmagistraten. In Halle een soortgelijk scenario, overstappen in onopvallende voertuigen van de Diannegroep. En dan gaat het naar het Justitiepaleis in Brussel. Daar bleef alles de hele ochtend bijzonder rustig. Speciale veiligheidsmaatregelen, sluipschutters of barricades waren nergens te zien. En er leek ook niet abnormaal veel politie of rijkswacht in de buurt. Om 11:15 was het dan zover. 5 personenwagens zonder speciale escorte, een witte Mercedes met Tiak, een blauwe Renault met Seyen en een blauwe Mercedes met Hamers reden de ondergrondse parking van het Justitiepaleis binnen. Het drietal is tot laat in de middag ondervraagd door onderzoeksrechter Lafineur. Om 17:30 is het hele konvooi dan aan een zoveelste verplaatsing begonnen, nu naar de gevangenis van Vorst. De hele operatie Terugkeer Hamers is uiteindelijk dus goed verlopen. De 3 verdachten zitten nu in een Belgische cel, wachtend op hun proces. Bij een gevangenisopstand in het Engelse Manchester zijn 32 gevangenen gewond geraakt. Sommige bronnen spreken zelfs van 10 doden, maar dat cijfer kon de Britse politie voorlopig niet bevestigen. De opstand begon in de kapel van de Strangeways-gevangenis. Zo'n 300 gedetineerden vielen hun bewakers aan en konden de sleutels bemachtigen. 50 man klom op het dak en bekogelde vandaar de gealarmeerde politie met allerlei voorwerpen en dakpannen. Een 1000-tal anderen sloegen aan het muiten en gijzelden enkele cipiers. Ze staken het beddengoed in brand en maakten ook vuur in een leslokaal. En dit vuur is een aantal gevangenen fataal geworden. Minstens 30 van hen liepen brandwonden op of vertoonden verstikkingsverschijnselen. Een televisiestation meldde zelfs dat er 10 doden waren, maar de politie kon dit niet bevestigen. Met hun actie wilden de muiters protesteren tegen de levensomstandigheden in de gevangenis, die nog dateert van midden vorige eeuw. Het gebouw kan 970 gevangenen huisvesten, maar de jongste jaren verbleven er gemiddeld bijna dubbel zoveel. Ja, en de cijfers over die gevangenisopstand in Manchester zijn in de loop van dit nieuws alweer aangepast. 39 gewonden zouden er nu al gevallen zijn. En er wordt ook gesproken over 12 doden, maar dat cijfer is nog altijd niet bevestigd. En we blijven in Groot-Brittannië, want Londen heeft vorige avond en nacht een van de woeligste betogingen uit zijn geschiedenis beleefd. Tienduizenden kwamen op straat om te betogen tegen de poll tax, de nieuwe gemeentebelasting, die uitgerekend op deze 1 april is ingevoerd. En dat veel Britten daar maar matig mee konden lachen is duidelijk gebleken. De betoging werd een veldslag met ruim 400 gewonden, 350 arrestaties en enorme schade. Londen moest vanmorgen heel wat wonden likken. Veel volk in Londen gistermiddag.
De schattingen variëren van 40.000 tot 200.000. Wat vreedzaam begon, liep uit de hand toen groepjes jongelui de doorgang wilden forceren naar Downing Street, waar de ambtswoning van premier Thatcher is. Ze vielen de politie aan met stokken en met materiaal van een bouwwerf in de buurt. De politie chargeerde met paarden en de wapenstok. De gevechten waren bijzonder hevig. Even later stichtte de manifestant een brand in een kantoorgebouw vlakbij Trafalgar Square. De brandweer had heel wat moeite om door de massa te komen. In totaal zijn er meer dan 400 gewonden. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. De politie heeft 350 mensen gearresteerd. De meeste zijn intussen alweer vrij. Het geweld heeft tot 's avonds laat geduurd. In Soho hebben tientallen etalages eraan moeten geloven en zijn een aantal winkels geplunderd. They're supposed to be rioting on poll tax, then it's a farce. It's just a load of hooligans. If you could see some of the bricks inside there.